Hey mensen van de Pro Gamer, Thomas.9. Leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer GTA 4 voor jullie. En we gaan meteen weer beginnen. Oké, we waren de vorige keer moesten iets van een interview doen. Dat gaan we nu ook meteen doen. Je ziet het al op de kaart staan. Ik heb even voor Nico meteen een nieuwe pak gekocht. En nieuwe schoenen, dat moest hij voor namelijk. Als het goed is, kan het nu. Yes, yes, yes. Final interview. It's Nico Bellic. I'm here for an interview. Come in, I'll buzz you through. Go to the reception. Welcome to Goldberg, Ligner and Scheister, sir. Deze is een stuk minder lag dan normaal. Oh, dit ziet er best wel mooi uit, hoor. Kijk dan. Mr. Bellic, welcome. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Mr. Goldberg, Mr. Bellic has arrived for his interview. Okay, great. Tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Bellic? Sure. Okay, is goed. Mr. Goldberg is such a saint. He teaches kids to swim, you know. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way. I always get nervous before interviews. He's just in here. Don't be nervous. He doesn't bite. Okay, we gaan naar binnen. Hello, Nico. What's that short for, Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. But when you are here to stand up and aim you... So, you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do. A guy who looks at the world, sees problems and tries to fix them. Sure. My problem is met that de shotgun, deze. In society. They leave the decay alone, standing up. I guess I didn't get the job. Oh, dit gaat cool worden. Alleen niet super veel held. Maar deze shotgun zou me daarvoor wel voor helpen. Oh, get down! Oké, okay, go, 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 go. We gaan het hele kantoor gaan we gewoon uitmoorden. Dank u wel voor uw kunst, meneer. Nee, ja, niet vluchten. Don't try to be a wise guy. Run away from me. What you had in mind? Zo, dit hele kantoor bestaat hierna niet meer, mensen. Even kijken, hoe kwamen we hier ook alweer uit? Even jou. Dan nog even jou. Oké. Nou, met shotgun is wel wat cooler, moet ik toegeven. Maar we doen het af met een pistooltje. Hou het wel even clean. Nou, hier is verder niemand, zo te zien. Oké, ik moet nu wel even een beetje dekking gaan zoeken. Oké. We moeten nu echt gaan vluchten. Anders gaan we straks dood. Wow. Oh,
Oké, okay, go, go, go. Anders ga ik straks dood. En rijden met deze bak. Rijden. Het is zolang dat ze niet meer kunnen zien, zou ik zeggen. Oké, tot nu toe gaat het best wel clean, moet ik toegeven. Als we zo rechtdoor blijven rijden, dan zitten we straks buiten een kijkwolk. Oké. Okay. Dan staan we hier wel veilig. Take the files to fences. Mooi. Er is in ieder geval niet veel meer over van het kantoor. Wat die ene meneer random. Dus we hebben meteen wraak genomen op het hele gebouw. Dan moet je maar niet dat soort files gaan verzamelen van mensen. Dikke privacy schending. Oké. Oh, dikke slip. Oeps, sorry meneer. Oké, let's go. Final interview. We hebben de films. Van de meneer de politieman. De rijke tata. Here are the files. Great. Peace at last. I feel cleansed. You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him. He's done. Whoa, music to my ears. A weight has been lifted. Here's your payment. Dankjewel. Duizend. Oh, nou ja. We hebben tenminste een lekkere shootout gehad. Ik weet niet hoeveel geld we hadden. 63.000 of zo. Ik had toen net namelijk 2200 euro uitgegeven of zo. Nou, nu we hier toch zijn, kunnen we meteen de volgende missie doen, joh. We doen meteen de volgende missie. La 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 la. Holland Knight. Sure, Ma, sure. Yeah, I've always been a good boy. You know me, Ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you... What do you want? I want to get paid. Sure. Alles voor het geld, hè? So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's Holland. Been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Dus hij is geen goede man. Make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal.
Head on up to Vark site and call me. 5 G's. Tjoe, denkt hij. Doen ze daar 5000 mee? Ik weet echt niet wat G's zijn. Ik ga kijken even hoe lang we bezig zijn. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar namelijk. 10 minuten hebben we al 1 missie gedaan. Dat is best wel snel, vind ik op zich. Ja, zou rustig onze tijd nemen. En laten we dan maar weer een kopkar meenemen. Kijk, ik heb die van mij, die staat daar geparkeerd. Die rijden op zich ook altijd wel lekker snel hoor, dat moet ik toegeven. Oké, het is wel een noodgeval. Dus wij gaan keihard rijden. We moeten namelijk iemand vermoorden weer. Om even oppakken. En dat gaan wij sowieso nu ook doen. Wat ik daar toen net allemaal las, dat kan echt niet. Daar hoef je geen kop voor te zijn, wat Nico dus ook niet is. Oké, mensen. We gaan een echte crimineel. Nico is hier niks bij. Vergeleken met hem. Al denk ik wel dat Nico wat meer man heeft vermoord dan hem. Oké, maar ja. Ga mooi door het park heen. En we nemen even jou mee. Kijk, dat bedoel ik dus met meer doden. En ik denk dat als hij al die verzekeringen moet gaan betalen, dat hij dan ook ongeveer rond 5 miljoen aan autoschade komt. Huppakee. Weer 500 euro's erbij. Ja, deze mensen zijn allemaal rijk in deze auto's. Dus ze hebben goede verzekeringen. Dus dat scheelt. Weer 500 doekoes. Ik denk dat de verzekeringen niet blij zijn met Nico. Maar ja. Oké, we gaan weer een gang uit. Wacht, ik heb eigenlijk eerst iets van eten nodig. Anders ga ik dood. Wacht. Wacht, zit hier nog iets in... van een eetentje in de buurt. Ja, gelukkig wel. Hier, burgershot. Oh, heilig. Heilig burgers. Of anders, sorry hoor, dat dit kost je allemaal extra tijd, maar als ik dood ga, dan kost het nog meer tijd. Omdat ik het normaal zou doen. En die motor klinkt niet al te best meer. Nou ja, het is ook een aftankauto. Elke auto die Nico gebruikt, die gaat eigenlijk wel kapot. Oké, we gaan de super episch neerzetten. Oh, dat was iets te ver. Nou, nog steeds super episch neergezet, toch? Dat mooi aan de goede kant uit. Go Bellic is incoming. Nou, dit duurt weer een eeuwigheid. Oh, deze keer valt het nog wel mee. Soms duurt het echt heel lang voordat Nico die euro terug wilt geven. Echt iets van soms wel 10 tot 20 seconden. Dan staat hij daar en dan zit hij te twijfelen van... Zou ik die 1 euro geven of zou ik het niet doen? Ik weet niet of we straks een snelle auto nodig hebben. Dat kan misschien wel een probleem zijn. Even kijken. Ja, hier moeten we de bocht doen. Wow, deze auto, man. Hij rijdt echt verkrekt. Zou ik voor de zekerheid ook even een nieuwe auto regelen? Ach, why not? Mooie taxi of zo. Oké. Oh. F. Kijk, ik wou... Nee. Oh, nou, dan nemen we deze auto wel mee. Kom op. Oh, deze. Deze is mooi. Of deze, maar die gaat me aanrijden waarschijnlijk. Oké, deze nemen we dan. Hè, het is zo druk hier. Oké, mooie taxi. Oh, ik moet hier echt letterlijk... Oeps, sorry. Oké.
Waar ik wel even zwaar bewapend naartoe gaan. Dus zwaar bewapend. Ik denk dat dit mooi zo is. Oké. Echt bij zo'n kinderspeeltuin staan ze. Anyway, these projects all got the same layout, a staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Okay, take down Clarence. Wacht, kan ik? Ik ga eerst proberen of dat ik hier zonder gedoe naar boven kan komen. Nou, op zich wel mogelijk zijn. Als ik ze niet ga lastigvallen. Listen up, yo. Get out of here. Even kijken hoor, waar zijn die trappen? Hoe kom ik daar überhaupt? Moet ik ze echt gaan lopen knallen? Eén wat de game wilt. Kan ik hierin? Nee, ik kan er niet in. What you doing around here, white boy? I can go where I like. Shit, I wouldn't recommend going up there. It ain't gonna end well for you. Eat me. Okay, zolang ik niet ga rit. You want me to finish you off? You want to die? Okay. Gewoon omhoog gaan, gewoon omhoog gaan. We gaan niet al die mensen gaan aanvallen. Gewoon omhoog gaan. Kijk hoe, waar is hij helemaal? Oh daar, daar kunnen we omhoog. Hoe komen we bij hem? Serieus mensen, dit is echt onduidelijk. Hij zit hier ergens. Helemaal bovenaan zeiden ze. Oké, hier zit helemaal niks. Hij zou dus één level hieronder zitten. En ze zeiden ook op de tweede verdieping. Dus ik ben zo dom geweest om helemaal naar boven te rennen. Oké. Even snel terugrennen. Sorry mensen. We moeten toch nog even een niveautje omlaag, denk ik. Echt, volgens mij zit die hele gang hier nu. Nou ja, ik heb tenminste mijn wapen bij me. Kijk hoor, let me see. Kijk, dan zou die hier ergens moeten zitten. Maar ik denk dat het nog één niveau lager is ofzo. Ja, hier. Ja, dat eten had ik echt nodig. Oh de shit. Ik buk hem even helemaal dood. Ik zit half in de grond, joh. Wat? Oké, ik heb de game officieel gebukt. Oh nee, dit... Ah, ik niet erg leuk vinden. Oké, nu moet ik ze knallen.
Ah, kom op. Door één bug. Ik heb niet heel veel health meer. Jens is fleeing the projects. Don't let get him away. Oké, dan gaan we hier gewoon staan. Dan gaan we aan de andere kant opwachten, toch? Wacht, dan moet ik wel even snel zijn. Hoe gaat hij weg? Via deze kant, toch? Ja, via deze kant. Oké, snel dit. Nee, dit gaat me dood worden. Nee, ik wist het! Door die bug komt dat gewoon. En die vorige missie ging zo goed. Nou, oké, dit kunnen we op zich nog wel een keertje opnieuw doen. En dan ga ik wel alles skippen. Kom op man, waar moesten die daar nou weer staan? En ja, ik weet niet hoe we het nu moeten gaan regelen. Neem maar gewoon deze mee. Kijk, ik heb tenminste vol hield. En we zijn nu onderhand alweer 20 minuten bezig. Oké, okay, let's go. Gewoon er weer naartoe scheuren. Dus lijkt het gewoon dat die auto's weten waar je naartoe wilt gaan rijden. Oké, hopelijk haal ik het dit keer wel, want anders zou het echt heel gemeen zijn. Scheur gewoon naartoe. Hoor. Oké, let's go. Ik ga dit keer nog een keertje proberen, alleen dan zonder wapen in mijn hand. Ik dan verder. Take down Clarence, oké. Dat was me toen net ook... me toen net ook gelukt. Nee, rennen gewoon, rennen. Nee, dit is geen goed idee, denk ik. Ik ben nu bijna weer helemaal dood. Ah, kom op man. Het is niet funny. Take this, you white trash asshole! Hij is hier naartoe gerend. Hij is omhoog gerend. Wat? Ik zag hem hier naartoe gaan, maar waar? Oh, held. Dat had ik echt nodig.
Ik ga gewoon echt YOLO-mode schakelen in hoor. Where my boy is at? Ah. Oké, we knallen ze gewoon allemaal af hoor. Ik ben nu helemaal zat. Kijk, waar is hij nu naartoe gerend? Ik kon hem al lang neerknallen als ik wat minder last had van... Soms heb ik echt last van leg spikes. Oké, ik ga hem dan ook met de shotgun neerknallen ook. Yo, 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 man, you got me, chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McCreary, ain't it? You don't like a younger brother with ambition. Tell you what, our... Door jou ben ik toen het ook dood gegaan. Zo, daar is, dat is een mooi eind aangekomen. Oké, nu moet ik ook nog helemaal beneden zien te komen. Maar ik heb tenminste held. Dat scheelt. Even kijken hoor. Hier kunnen we naar beneden. Laat die popo maar komen. Wij gaan het liever. Foutje hier. Ik ben deze missie nu al helemaal zat. Ik denk dat we even hier overheen. Oh, wacht, is het ook over? Oké, die is open. En wegwezen. Zie ze rennen dan. Maar waar gaat ze kwijtraken? In het oude bak. Oké, die kwamen echt heel irritant. Oké, nu gaat het kwijtraken een stuk moeilijker. Maar ik hoop dat ze nog kwijtraken, volgens mij wel. Als daarvoor niemand komt, gaat het me sowieso lukken. Oké, we gaan ze kwijtraken, mensen. Ik geloof erin. Oh, 5k erbij. Oké, nou ja, mensen van de Pro Gamer Toast van 9. Leuk dat jullie naar deze nieuwe video hebben gekeken. Like en abonneer voor meer. Liken doe je natuurlijk op het blauwe duimpje. En abonneer op het rode balkje. He tried to convince me to let him go. He said he'd get out of town. I finished him anyway. Right move. You shouldn't trust a word that comes out of that skunk's mouth. The streets are a little bit cleaner now he's gone. 1%. Whatever you say, they don't look much cleaner from where I'm standing. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. Doei. We zijn trouwens even kijken. 28 minuten bezig. Oké, we gaan. Doei.